stil, hè, of het aan de telefoon is of voor de mode. Mm-hmm. Ja, heb je niet het gevoel dat je jezelf aan het opdringen bent dan? Nee. Het is zo dat als een klant nee zegt, dan is het gewoon nee. Dan heeft het ook geen zin om verder te gaan, want de meeste klanten zijn zo vastberaden dat ze dan toch gewoon uiteindelijk nee blijven zeggen. En dat is gewoon zonde van je tijd om daarop door te gaan. Maar zodra iemand interesse toont, kan je natuurlijk wel proberen om er dingen bij te doen. Dus ze komen voor het één en dan zeg je van, maar is dat ook niet handig voor je? Want je luistert naar wat zij willen en daar pas jij dan je aanbod op aan. Dus zodra mensen aangeven dat ze iets heel vaak doen, dan kan je natuurlijk zeggen van, ja, maar als u dan dit neemt, bent u goedkoper uit. En dan probeer je op die manier toch meer te verkopen, terwijl je mensen niks aanstuurt. Waarom zouden andere studenten en andere mensen nou bij VANOP moeten komen bereiken? Ik denk dat het is een leuke tijd, het is een leuke ervaring. En zeker als je student bent, is het heel erg flexibel. Want je hebt natuurlijk, je hebt je tentamenweken, je hebt colleges waar je heen moet. En als je dan in de supermarkt gaat werken, dan is de supermarkt tot 6 uur open. Ben je een meisje en je gaat in een kledingwinkel werken, is ook tot 6 uur open. En hier heb je de tijd tot 10 uur. Dus zodra je dan om 5 uur wilt beginnen, heb je niet maar een uurtje werken, maar dan kan je 5 uur werken. En dat zijn toch gewoon handige tijden, dat je toch extra geld binnenkrijgt. En ook gewoon een leuke baan hebt. Betaalt het goed, bevaarlijk? Ik kwam uit de detailhandel. In de detailhandel word je over het algemeen gewoon minimum salaris betaald. Dus ik ben echt een heel stuk erop vooruit gegaan, zeker. Dus ik vind het een mooi bedrag.